Het lichaam is de erfenis van de eeuwenoude wijsheid en ervaring van onze voorouders. We hebben net de heilige krachten, de yin, in ons opgenomen, die we ook te danken hebben aan de voorouders. En we gaan nu de voorouders ook eren en oproepen om deze boom in te wijden. En ja, voor het doen ontstaan van een nieuwe route in deze coronawaan waar we ons in bevinden. Dat we een andere mogelijkheid vinden, en dat wij hier de dragers zijn van dit licht, van dit kracht, van gezondheid en een natuurlijke verbinding, zodat mensen hier naartoe kunnen komen om zich te bevrijden. Hè? En perspectief te vinden, hoop. Wat niet te vinden is in ons verstand, maar wat alleen maar te realiseren valt in het diepste van onze kern, waar alle hoop is opgegeven en toch daar het bestaan voor ons aanwezig is om ons te voorzien van ons recht als mens om een gezond, gelukkig en vredevol leven te leven. Aho. Maka hua hanuka yaha hua nayo no hokia uae hua kano hae huhara hamaya o ahayo hana hia.